Welkom bij deze nieuwe vlog. Het is vandaag 3 november, 12 uur 40 en welkom bij deze gloednieuwe vlog, mensen. En voor de nieuwe kijkers, welkom en dank jullie wel dat jullie geabonneerd zijn op ons kanaal. En wij wensen jullie ook sowieso heel veel kijkplezier. Wat er allemaal nog komen gaat, want we gaan nog sowieso in december trouwen. Daar komen ook allemaal vloggers bij, onder andere de Hummeltjes, Rijkiesbrand, Corina en de Beestenboel, Boan / Harriet van Beek. En wij zelf gaan ook vloggen, dus ja, de pret mag niet kapot, nee, het wordt alleen maar een leuke dag. Ja, sowieso. Maar wij gaan jullie sowieso hartelijk welkom heten bij deze nieuwe vlog. En heel veel kijkplezier gewenst. Hey mannetje. Hey kerel. Hey mannetje. Je ogen zien er ook niet uit, hè? Nee, ik vind helemaal niks, dat weet ik. Nou, en? Maar het is alweer lekker weg. Ja, en nou kun je weer voor de dag komen. Ja. En we gaan weer containers zeker legen, of niet? Of niet? Gaan we containers legen? Of niet? Nee, we gaan geen containers legen. Helaas, pindakaas. Nee. Nee. Hé, mannetje, nee hè. Nee. Ja, vandaag komt er een pakketje, want die zou er al donderdag komen, maar toen was ik op school. En er is een handtekening voor vereist. Dus ja, dus ik had hem op zaterdag gezet tussen 10:30 en 1:00. Het is nu nog 10 voor 1, dus hij moet er ook denk ik zo aankomen. En dan ga ik wachten met uitpakken als Roderick is. Ja, dat is gezellig. Ja, Roderick is nou post. Die gaat nu zo meteen post lopen. Ik heb hem nu al 24 minuten aan de lijn. Ook zoiets leuk. Maar ik heb hem eventjes op niet luidspeaker staan. Nee. En ik heb al een vlog weer in de planning staan. Die gaat nu klaarmaken. Zodat ik hem dus weer op YouTube kan zetten. Dus ja. Weer een hoop te doen. Ja. En ik wil mijn pakketje hebben. We hebben het van de week al over gehad. En dat was met... met een lamp. Ja. Mijn broer Harriet, die heeft er een beetje mee geholpen. Dankjewel. Daar is nu eventjes op wachten. En nee, ik weet, ik zie er nog niet uit. Ik ga wel even naar mijn pakketje, als die er is, eventjes onder een warme straal staan. Ook alweer even lekker. En daarna weer... hier al achter eventjes hangen of wat dan ook. Moet ik even kijken wat ik ga doen. Ja. Dus. Maar ik heb sowieso lekker gezellig Ro aan de lijn. Of het gezellig blijft, weet ik niet. Ligt even aan mijn humeur. Want omdat ik weinig kan doen, dan word ik gewoon chagrijnig. Dus ja. En ik wil wel morgen mee. Dus ja, naar Honselse Dijk. Ja. Want daar gaan we Max zien. Ja, morgen gaan we Max zien vanzelf. Dus dan wil ik gewoon mee. Dus ik moet vandaag ook even wat meer in mijn rust houden. Ja, wil ik dat? Nee, het zou wel moeten. Nou, het pakketje is dus al binnen al een hele tijd. Die kwam om 1:30 binnen. Terwijl ik in had gepland op bij PostNL. PostNL, bedankt. Te laat. Maar oké. Hij zou dus tussen 10:30 en 1:00 bij mij komen. Het pakketje. Maar hij kwam dus om... 1:30 aan.
Maar oké, okay, het is wel bezorgd. Maar wel even een half uur te laat. Stel, ik had om 1:15, 20:20 een afspraak. Ja, dan was het in principe te laat. Ja. Kan ik er ook niks aan doen. Dus, en ik weet dat jullie druk hebben, maar een beetje op tijd rijden mag ook wel. Nou, Roos ook al klaar met de wijk. Ja. Ik heb mijn telefoon even aan het opladen. Ik ga even nog proberen één klein stukje van de vlog klaar te maken. Dan moet ik alleen nog de intro en de outro doen. En nog een tekst erbij in. En dan ook nog renderen. En dan kan dat ook weer naar YouTube. Dus er staan dus nu al twee op YouTube hier. Yep. En dan moet nog de derde. Dan komt het ook wel weer goed. Ja. Nou, wij hebben dus een pakketje binnen. Wat ik al zei, om 1:30 binnen gekregen. Ik ga hem even openen. Ik ga even mijn schaartje erbij pakken. Hier. En jullie horen het weer goed. Ik heb mijn mama aan de telefoon. Ook gezellig. Zo. Oh. Ha, grapjes. Even wachten, ik moet hem even nog goed krijgen hier, hè. Nee. Even goed vasthouden aan weerskanten, schat. Ja, wil je hem deze even goed even weer dichtklappen? Oh, dit wat we hebben. Kerstintjes. Ja, zo. Een heel groot pakketje. Detoxpakket. Nee. Ik liet hem juist even vallen. Ja. Sleuk. Een detoxpakket. Ja. Nou, Harrit. Grappig. Maar ik heb geen ding erbij. Hij zei van wel. Denken. Maar ik heb hem niet. Dat soort ding moet erbij zitten. En wat mama ook heeft. Meenemen. Ik heb ook nog foto's op mijn telefoon. Die moet ook nog hierop in. En deze mag je ook niet meenemen, want dat is gevoelige informatie. Okay. Ja. Ja, Rode Rick, die dus achter me staat in het donker. Ja. Die gaat dus zometeen een mooie fotovlog aan maken. Ja. Zo leuk. Denk je? Dat denk ik wel. Ik denk dat het leuk is, mooi is. Dat hoop ik toch wel voor je. Kom even kijken, het lampje. Kijk, dat kan. Kijk, je moet toch alles blindelings kunnen gaan doen. Ja. Zo, hallo. Ja, dan doen we het gewoon zo. Nou goed, kan je nog wat minder? Waarschijnlijk wel, dat weet ik nu even nog niet. Nee, dit is en dit is op en op zijn minst. Maar dan kan hij hem ook dus zo neerzetten op dat ding. Ja. Je hoeft hem dus niet helemaal zo, want dan zie je helemaal niks meer. Okay. Kijk, en dan heb je hem gewoon zo. Ja, okay. Jij bent goed verlicht, ik niet. Nu wel. Tuurlijk wel, maar jij staat onder, boven. Onder? Nee, kijk, jij staat dus boven. Dus als je een beetje door en door je knieën gaat. Of je pakt die andere stoel erbij. Ik wou eigenlijk wat anders zeggen. Okay. Kijk, en dat kan dus ook. Ja, oké. Okay. Moet ik ook maar een geel filter? Ja, alles kan. Kijk of dat beter is. Ja, we zijn even dingen aan het uitproberen. Wat natuurlijker beeld voor kleur. Nee, dat maakt niet uit.
Dus ja, we zijn gewoon lekker aan het proberen. Ja, we zijn weer bezig met het koken. Met koken, jij dan. En je hebt een omelet gemaakt, zo te zien. Deze is voor jou, ja. Die is voor mij, lekker. Maar we gaan nu laten zien hoe ik het dus maak. Oké. Ik heb hier aan dit bakje 4 eieren. Ja. De eigeel en de normale witgeel. Eiwit, bedoel ik. Ja. Daar doe ik dus op gevoel. Alles, altijd alles op gevoel. Doe ik melk. Je kan kijken op mijn handen. Gewoon kijken. Ook melk erin. Ja. Melk naar keuze. Ik doe dan halfvolle melk. Ja. Doe ik een beetje ketchup manis erbij. 100% glutenvrij. Ja. Daar een stukje erbij in. Ook weer na. Gewoon op en op mijn eigen gevoel. Chili poeder. Zelf malen. Kijk, chili. Kijk, dat kan nog niet. Bijna. Nope. Wat is het idee? Doe ik nog een beetje peper erbij. Ruim ik die weer gelijk op. Zwarte peper. Zo. En een beetje sambal naar je eigen keuze. Sambal oelek. Ja. Van Konimex. En nee, we worden hier niet voor gesponsord.nl. Was het maar waar. En dan ga je even gewoon lekker Klutselen. Dus voilà, dit is mijn ding. Hmm. Deze is dus voor rauw. Oké. Kijk. Oké. Hartstikke mooi. Doe ik nog een beetje boter erin. Heel klein beetje, niet heel veel, maar een heel klein beetje nog. En dan doe ik mijn ei. De lekker erbij. Dus gewoon overgieten. Yep. Okay. En dan gewoon eigenlijk de hele randjes lekker bedekken. Yep. Zodat alles bedekt is en lekker omhoog komt. En zo maak je dus een mooie grote omelet. Lekker een beetje op hoog vuur. Kijk, en dan krijg je dus bobbeltjes. Doe ik even een beetje kapot maken. Kijk, en dan zie je al heel mooi dat het een beetje bruin wordt aan alle kanten. Ja. En het is klaar of het gestopt is? Draai je hem nog om? Of, Ik draai hem altijd nog even om. Oké. Okay. Wat ik dus ook bij jouw ei heb gedaan. Oké. Okay. Kijk, en dat gebeurt ook nog wel eens. Nou, dan pak ik hem gewoon weer zo. Dat is het leukste van een hele grote ei maken. Thank you.
En dan doe ik hem een beetje op zacht vuur en dan krijgen we hem dus zometeen op deze manier. Oh, okay. Voilà. Lekker. Een hele goede avond. Ja. Ik ga deze vlog afsluiten. Het is weer mooi geweest voor vandaag. Het is 11:55. En we zijn druk bezig met andere dingen. Met knutselen. Ook weer voor de bruiloft. Onder andere. Maar ik heb geen zin om dat te vloggen. Dat komt wel weer. En ja, vind je deze vlog nou leuk? Ik zou gewoon zeggen, doe dat duimpje omhoog. Abonneer gewoon op ons kanaal. En deel op social media. Ja, ook een hele handige. En dan zouden we zeggen, dank jullie wel. En tot morgen.